Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag samen met... Melanie! Yeah! En wij gaan een mukbang opnemen van Joe and the Juice. Heel lekker. We gaan lekker kletsen, een beetje vragen beantwoorden en lekker eten. Dus als je er zin in hebt... Dankjewel! En abonneren. Ik heb best wel trek. Ook van Melanie. Ik heb ook echt trek. Volgens mij is dit die van jou. Het is toch een ander broodje. Ja, dat wist ik. Leek ook een beetje vierkant. Ik heb hem nog nooit gehad. Ik ben echt benieuwd. Het was in ieder geval zo'n ontbijtbroodje of zo heet het. Hier, en je drankje. Mijn geschudde drankje. Met aardbei en banaan. Ja, ik heb die ook. Oh, lekker. Ik ging echt helemaal met die zak zo. En ik heb de... Ja. Ik weet het, met kip gewoon. De Joe sandwich. De Joe sandwich. Nou, dus we gaan lekker gewoon eventjes ontbijten. Helemaal trek. Oké, jongens. Kijk, ik ga het voor je even. Zo, nou, dat zag er top uit. Zo, hoppakee. Dit is een broodje met mozzarella. Nee, dit met sriracha mayo of zo. Ja, dat is wel zo lekker hoor. Ja, ik vind het ook wel lekker. Heel healthy. En jij, wat heb jij? Nou, ik heb dus die smoothie met banaan en aardbei. Heel lekker is die. En natuurlijk gewoon het welbekende broodje. Ja, waarom hebben we dit eigenlijk besteld? Gewoon meer omdat we dachten even lekker wat eten. Wat we moeten ontbijten misschien? Ja. Nee, maar ik bedoel, we vinden het niet super, super lekker. Oh nee, ik niet. Ik vind het gewoon oké. Het is gewoon oké, maar het is niet... gewoon een beetje gezond. Want anders, zeg maar, de keuze altijd met bestellen is vaak gewoon pizza of patat. Ja, we hadden bijna McDonald's besteld. Of sushi, kijk. Maar je bestelde niet in de ochtend sushi. Wist ik niet. Het lijkt me wel lekker om een keer te eten. Ik zou het zo binnen kunnen, hoor niet. Kijk, het is toch een beetje... Snap je? Mm-hmm. Oh, dat is zo lekker. Hmm. Maar, we zijn nu niet thuis, maar... In Amsterdam. Sorry. Nou, dat ging even fout. Oh, sorry. Hij doet het toch nog? Nou, en het is toch niet helemaal de bedoeling van de camera. Nou, Melanie liet even de camera vallen. Dus als de beelden weg zijn, ligt het niet aan mij. Maar in ieder geval, we waren bezig. We zijn dus in Amsterdam. Want we hebben dus gisteren een event gehad van Shein. Het was eigenlijk wel echt heel erg leuk. Ja, het was echt leuk. Ja, eigenlijk als jullie nu deze video zien, hebben jullie er niks meer aan. Maar Shein gaat dus een pop-up store openen. Voor drie... Vandaag, overmorgen. Ja. Van vrijdag staat het op zondag. Maar ja. Is dat te laat? 3 tot 6 mei, dus als jullie dit zien, is het al dicht. En om een soort van eigenlijk die pop-up store een beetje te promoten, hadden ze best wat mensen uitgenodigd om content te maken. Dus ja, we werden gisteren opgehaald met een boot. Met muziek en drankjes en hapjes. Ja. Dat was echt leuk. Ja. Echt een leuke dag gehad. En toen gingen we dus met die boot gingen we naar de pop-up store. En daar, ja, we dachten eigenlijk dat we heel veel informatie zouden krijgen. Dat hebben we eigenlijk niet echt gehad. Maar het is dus de nieuwe zomercollectie. Dat is natuurlijk om jou. Ik ben blij dat ik geen sausje erin heb. Mm-hmm. Handig. Mm. Dus we hebben gewoon, ja, we mochten de winkel als eerst zien. Ja, een beetje de kleding. Toch wat leuke kleding uitzoeken. Ja. En we hebben ook wat items dan meegenomen. Als je dat wil zien, moet je even onze vlogs kijken. Mm-hmm. Je hebt ook laten zien toch wat je hebt gekocht of niet? Nog niet misschien. Maar in ieder geval kan je dan wel een beetje binnen in de winkel kijken. En ja, verder. We hebben ook make-up. Oh, make-up, ja. Ja. Ze hadden heel veel make-up. Ze hadden lipgloss, mascara, eyeliner, poeder, alles. Echt leuk. Mm-hmm. En normaal zie je Shein altijd online. Mm-hmm. En nu heb je het zeg maar gewoon in je handen. Dat is toch gewoon gek of zo. Ja. En wat ik wel vond. Het waren wel echt goedkope items. Want ik vind dus Shein de laatste tijd best wel wat duurder worden. En nu waren het wel best wel wat. Heel goedkoop. Ja, 10, 12 euro voor een trui. Of 7 euro voor zo'n rokje. Dus het was wel echt goedkoop. 100% ja. Maar dat was wel leuk. En nu ja, vandaag gaan we niet meer echt iets doen. Nee. Lekker even ontbijten. Ja, videootje opnemen. Ja. Ik heb dus ook wat vragen. Dit zijn niet vragen die jullie nu hebben gesteld. Maar ik dacht, ik pak ze er eventjes bij. Zal ik er gewoon eerst één kiezen? Mm-hmm. Dit was eigenlijk een van de... Hij is lekker. Ja. Is hij lekker? Ja. Maar er zit ei op. Eet onhandig, maar als je gewoon een bord zou hebben. Ja, dat snap ik. Bij mij is er ook kip gevallen. Maar en je bent niet aan het filmen. Dan is het best te doen. Ja. Moet even opletten, want deze vragen zijn nog van de vorige keer. Dat ik niet dezelfde vragen doe. Ja, inderdaad. Oh, deze vind ik heel leuk. Zou je in het buitenland willen wonen? Nou, Melanie gaat heel vaak op vakantie. Ja.
make-up dat is. Ik zou echt heel graag voor ontsnappen uit Nederland. Mm-hmm. Maar ik ben er niet op één plek geweest waarvan ik denk, oké, hier wil ik wonen. Mm-hmm. Oké. Maar ik denk zeg maar ook dat ik niet graag op één plek wil zijn. Net als in Nederland wil ik niet de hele tijd zijn. En ik ga ook niet zo snel weer terug naar dezelfde plek. Liever niet, zeg maar. Ik wil dat zoveel mogelijk zien. Dus ik denk als ik dan ergens echt woon, dat ik ook op een gegeven moment dat een beetje zat ben. Dus liever gewoon veel reizen. Ja. Op een vakantiehuis. Ergens in Zuid-Spanje dat je af en toe terug kan. Ja. Maar liever wil je dan ook geen vakantiehuis, want dan moet je ook naar dezelfde plek terug. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar mijn ouders willen dat binnenkort. Dat is wel leuk. Dan kan je gewoon even bij je ouders af en toe in de winter. Ja. En als je echt een land moest kiezen, stel dat je echt morgen zou moeten verhuizen. Oh, goeie. Zou ik misschien toch wel gewoon wat veiliger Spanje zou kiezen? Dichterbij, hè? Ja. Curaçao. Ja. Ja. Bij Curaçao is wel chill dat je gewoon Nederlands kan. Dat lijkt me het enige nadeel echt aan het buitenland. Dat je dan niet de taal beheerst en dat je gewoon heel erg... Ik vind Spanje zo... Ja. Mañana. Gewoon zo lekker rustig. En dan werkt altijd die Spanjaar. Ik vind... Ja. Ja. Snap ik. En jij dan? Nee. Ik snap dat wel. Ja, ik hou echt van Nederland. Ja. Ja. Ik vind Nederland gewoon heel chill. Ik vind alleen het weer vervelend. Maar ik vind alles gewoon fijn aan Nederland. Is ook wel. Ik kom ook altijd wel echt fijn aan Nederland. Ik vind op vakantie vind ik gewoon heel leuk. Dus als ik dan naar het buitenland, dan wil ik dus eigenlijk... naar Curaçao, omdat ze daar Nederlands praten. Echt, hè? Want of ik zou dan ergens waar ook een Nederlandse school is, dat ik wel daar op school kan werken. Mm. Want ik zou het wel vervelend vinden als ik alleen maar daar zit en niet kan connecten of zo. Maar ja, mijn vriend spreekt bijvoorbeeld Spaans, dus hij zou dan denk ik wel... Ik heb het dus juist als ik op Spaans ga. En het zijn allemaal Nederlands om mij dat ik dat minder leuk vind. Nee, oké. Op vakantie ook. Oké. Maar... besef, als je ergens naartoe gaat, daar gaat wonen en de taal niet spreekt en dan met niemand kan praten. Ja, oké. Dan zou ik wel liever, ja, ook wat mensen hebben die, ja, of dan kan ik daar ook niet werken. Ja, als je al een langere tijd zit. Ik kan niet in het Engels lesgeven. Dat wordt één grote grap. Snap je? Ik snap je. Bij jouw werk kan dat nog wel vanuit het buitenland. Ja. Klopt? Zou kunnen, ja. Ja. Nou, het is niet heel handig natuurlijk, want ik doe natuurlijk heel veel zelf nog vanuit de locatie. Ja. Maar het zou kunnen. Ja. Eerder dan bij jou. Mm-hmm. Want jij laat een hele klas met lieve kindjes achter. Ja. Dat is ook zo. Dat is lastiger. Wil jij een vraag kiezen? Kies jij maar, of jij wil ook kiezen. Zou ik kiezen? Ik vind het wel lekker. Ja? Ik heb deze vaker gaan nemen, want ik vind die van jou soms wat te droog. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Is echt wat veel saus in. Maar hij is nu al bijna op, maar ik had ook echt wel trek eigenlijk. Want gisteren helemaal niet laat gemaakt. We lagen echt tot tijd op bed. Maar alsnog voelt het nu alsof ik heel laat in bed lag. Ja, normaal. Ik helemaal brak ben, maar dat is helemaal niet. Zo voel je dat gewoon. Dit vind ik wel leuk om daar even over te praten. Mm. Want je had er ook wel twee vragen over. Over extensions. Goeie. Wat we daarvan vinden. Toch? Ja. Of vind je dat... Nee, dat is een goede vraag. Ja. Want ik snap heel erg. Want toen ik geen extension had, toch? Wilde ik heel graag van alles weten. Nou... Mijn eigen haar is best wel dun. Ik denk tot... tot hier. Schouders, ja. En was dat altijd al zo? Vroeger had ik wel iets langer. Toen heb ik het één keer echt kort geknipt. En sindsdien is het nooit meer echt verder gegroeid. Maar het is vooral gewoon heel dun. Dus ik wilde heel graag zeg maar extension. Toen was er een meisje. Die zat bij Extension Hair. En die had van die matten. Maar mijn haar zo dun was. Zag je letterlijk die matten heel de tijd zien. Zitten. Heel de tijd als een klein... Ja, ik ben zo moe, dus daarom gaat mijn spraak niet helemaal goed. Bij elk zuchtje wind zag je gewoon die hele baan zitten. Ik heb het denk ik een paar maanden volgehouden. Toen ging ik naar Bianca Fink. En hun doen het dus per haartje met lijm. En ik kan gewoon een strakke staart in. Kijk. Ja, dat ik weet niet of je het ziet, maar... Dit is nu ook heel snel fijn. Gedaan, een soort van. Ja, dit is echt snel gedaan. Ja. Ja. Dus daar ben ik echt blij mee, want met die matten kon ik dus geen staart in en dat vind ik wel heel belangrijk. Want ik ga echt niet alleen maar met los haar. Ja, en bij jou zit dus allemaal kleine plukjes aan kleine plukjes haar soort van vast. En wanneer moet je dat dan weer opnieuw doen? Of hoe werkt dat? Ja, ik zou zeggen 2-3 maanden. Mm-hmm. 1-3 maanden. Soms ben ik wel gewoon dat ik eerder zeg maar, als ik net wat te veel uitgepakt had, ik me daaraan irriteer. Dus ga ik wel eerder. Maar op zich zou het nog wel door kunnen. Ja. Als ik dan in de buurt ben, denk ik, ik ga nu wel. Mm-hmm. Dus, en jij? En dan halen ze eruit mensen een soort spray of zo, toch? Nou, eigenlijk vallen ze er op een gegeven moment uit. Mm-hmm.
De meeste. En dan kun je met zo'n touwtje kunnen ze de rest eruit trekken. Mm. Ja. En een tang? Mm. Dat zit helemaal niet. Ja, dat lijmpje maakt ze, maak ze open. Mm. Dan kunnen ze eruit trekken. Snappen. Mm-hmm. Ja. En ja. Het is, je hebt heel veel verschillende manieren, maar het is ook maar net wat bij je haar past. Zeker, want als je al dikke haar hebt. Ja, dan werkt het wel minder goed bij dikke haar, hoor ik dan. Ja, maar van die matte zijn dan wel gewoon chiller. Ja, maar dan zie je dus heel erg het verschil, zei ze bij mij. Hm. Ja. Ja, nou ik heb van mezelf dus ook heel dun haar, maar wel... Ja. Nou, ik heb weinig haar, maar wel dikke haren, volgens mij is dat het. Ja, precies. Want ik heb wel weinig haar, maar als ik met mijn haar heb gewassen, voelt het best wel vol. En ik heb wel... Ja, van mezelf, dit is dezelfde. Mijn haar is nu deze lengte. Want ze heeft het nu geknipt. Hetzelfde als mijn eigen haar. Maar ik heb het ook nooit echt korter geknipt. Nee. Maar ik heb dus van die matten. Of ja, noem je dit matten? Kijk. Ja, het zijn wel matten, denk ik. Nou ja, ik heb twee van die soort van... Ik heb het nog nooit zo bekeken bij eigenlijk. Nee, hè? Nee. Nou, ik heb twee van die soort van de hele dunne matten. Want ik heb het meer voor een beetje volume. Dus ik heb het niet per se voor lengte gedaan. Nee. Aan het begin doe ik het wel lang, omdat ik dat gewoon mooi vind. Tuurlijk. En dan doet ze dus een soort eigen plukje haar. En dan met een ringetje maakt ze dat vast. Dus het zit allemaal vast met ringetjes. En dan uiteindelijk, ja, bij mij is het 6-7 weken. Het ligt er ook een beetje aan. Want nu had ik de afgelopen keer 6 weken, zat het eigenlijk nog best wel goed. En dan knijpt ze dat ringetje ook open en dan... haalt ze dat eruit. Ja, precies. Maar ik ben er ook nu al verslaafd aan. Maar ik vind op zich wel, ja, mijn haar is wel gegroeid. Heb je het er niet ook een tijdje uit gehad als ik? Ja. Ik heb het echt al een half jaar eruit gehad weer. Ja, ik had echt maar 5 weken, 4 weken. Oh ja? Ja. Mm-hmm. Nou, ik ging toen naar Lapland. Toen dacht ik, ja, ik wilde er eventjes zonder. Mm-hmm. Ik wilde de uitgroei weer eventjes verven. Dus dat gaat dan toch makkelijker zonder extensions. Ja. En toen heb ik toch wel eventjes 4-5 maanden volgehouden. Ja. Maar dan toch... Dan denk ik, ja, de festivals komen er weer aan. Mm. Dan denk ik wat weer. Ik heb zin om leuke haarstijls te maken. Snap ik. Ik doe het gewoon weer. Mm-hmm. En dan lekker in de winter gewoon lekker verzorgen. Ja. En in de winter doe je toch minder leuke dingen, vind ik in ieder geval. Nou, ik vond wel, toen ik het er even uit had, voelde het wel even als een verlossing. En ik kon wel mijn eigen haar wat makkelijker gewoon bijhouden. Misschien moet je het af en toe ook gewoon eventjes doen. Om de drie keer omhoog zetten, eventjes een maandje eruit. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Ja, ik had het toen... Toen had ik het er zo lang in en ook van het hele lange zware haar, dat ik op een gegeven moment dacht, oh, dat is wel even lekker even eruit. Mm-hmm. Want jij hebt ook echt veel haar, een soort van, ik denk, die twee matjes bij mij is echt weinig. Ja. Yeah. Ja, maar het is gewoon duur. Extensions zijn gewoon duur. Dat is het enige, als je eraan begint, ja, moet je wel wat bijhouden. Hetzelfde met wimper-extensions, ook duur. Dan kan je ook niet meer zonder. Wow. Stom, maar je moet er wel goed over nadenken. En ik vind soms ook, dan zit ik bijvoorbeeld bij Bianca aan de stoel. Mm-hmm. En dan komen er van die meiden en die hebben gewoon echt mooi haar. Mm-hmm. En dan komen ze extensions zitten en dan krijg ik gewoon een hartpijn. En dan denk ik, waarom? Het is zo mooi. Ja. Maar iedereen wil altijd meer. Mm-hmm. Maar ja, bij mij zijn de mensen ook zo gewoon prima. Maar ja, zelf zie je dat. Maar je moet echt gewoon, als je haar gewoon prima is en mooi, zeg ik wel van laat het lekker. Want daarna ga je eigen haar niet meer mooi vinden. Nee, ja, ik ging het wel weer accepteren na een paar maanden. Ik vond het wel steeds weer dat ik dacht, oké, ik vind het wel cute. Cute? Ja. Maar ik vond dat ik er een groter hoofd door kreeg. Door kort haar. Want ik weet niet, je hoofd valt meer op en met lang haar valt het een beetje... Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Nog een vraagje? Mm-hmm. Hebben jullie wel eens een break-up gehad? Zo ja, hebben jullie hier tips voor wat kan je best doen? Ah. Dat is toch wel leuk, of niet? Dat is heel leuk. Of nou, leuk. Dat is helemaal niet leuk. Dat is niet leuk. Schrikkelijk. Niet leuk. Ja, ik heb wel best wel heftige pijn gehad. Oh. Jij niet? Ja, zeg maar. Dat is echt een rotgevoel. Ik heb zeg maar 2 ex-vriendjes. Jongen, waarmee ik had eerst als eerste relatie had ik denk 3,5 jaar, 4 jaar mee. Zo. En op een gegeven moment werkte dat gewoon niet meer. Maar om dat dan te beëindigen, je bent zeg maar gewoon een beetje opgegroeid met elkaar. Mm. Zo voelt het, want op het moment dat jij een beetje volwassener ging worden. Ja. Ik was 13 tot mijn 17 of zo. Ja. Maar, oh, dat vond ik zo kut. Ja. Oh, daar heb ik een heel kut van gevoeld. Maar ik ben heel blij dat ik daar nu, zeg maar, overheen ben. Maar en die, ja, het vriendje daarna was gewoon echt mijn keuze. En ik was er echt heel makkelijk eigenlijk overheen. Ja. Niet heel lullig, maar het is gewoon heel kut. Je moet gewoon lekker afleiding zoeken. Ja. En jij dan? Nou, wat ik wel gewoon denk, wat ik denk als nu mijn relatie uitgaat, dat ik het veel erger zou vinden dan vroeger. Ja, alleen snap ik. Het gevoel was vroeger wel erger. Je woont ook echt samen en zo, ja, hè? Dat ook. Maar het gevoel was vroeger wel erger. Ik denk dat ik er nu beter mee om zou kunnen gaan. Ja.
Maar vroeger voelde het een soort van alsof dan echt de hele wereld verging. En dan had je ook echt gewoon pijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat maar het is dan wel ja, echt. Maar dat, als ik zo dat verdrietig. Je ook wel. Ja. Je deelt toch echt je leven. Mm. Het is gewoon heel normaal dat je huidige partner gewoon zo je leven gaat. Tenminste, bij ons, wij wonen allebei samen nu. Ja. Dus het is zo normaal dat je elke keer als er iets gebeurt, je elkaar even een appje stuurt. Ja. Of, maar ik denk ook wel de manier hoe je natuurlijk uit elkaar gaat. Kijk, als er één iemand vreemd gaat. Of dat je soms dat is het ook zo. Ja, dat is natuurlijk veel erger gevoel dan. Kijk, je hebt natuurlijk ook als je elkaar minder leuk vindt, dan heb je dat gevoel natuurlijk al een beetje uitgeschakeld. Dat is waar. Maar ja, de tips. Ik denk in ieder geval eerst alles er echt uithuilen. Niet het opkroppen. En al helemaal, ja, ik vind het dus echt zo'n onzin om dan gelijk uit te gaan en allemaal dat soort dingen. Ja, ik geloof maar daar ik snap, niet in. Ik snap het gevoel wel. Ja. Want je zoekt afleiding. Mm-hmm. En nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ik zou het ook wel moeilijk vinden. Stel, het gebeurt niet. Zat er uitgaan met Ramon. Mm-hmm. En ik zou zien dat hij heel de tijd uitgaat. Ja. Zou ik zo kut vinden dat ik dan denk van, hallo, wat wil jij? Wil je gelijk een nieuwe chick of zo? Ja. En het komt ook wel een beetje zo over van, oh, zoals je single was, gaat opeens verhuizen, weet je wel. Ja. Nee, ik zou sowieso eerst gewoon alles uithuilen. Met dingen, met anderen het bespreken. Je hebt wel veel over praten. Ja. Ja, en ik zou niet te snel, dat deed ik altijd, gewoon weer anderen gaan daten en zo. Snap je? Dat heeft mij wel geholpen. Ja, bij mij, ik denk achteraf weet ik nou niet of me dat echt heeft geholpen. Of dat het me meer gewoon een goed gevoel gaf. Ja, ik heb er niet echt tips voor. Wat dan wel weer zo was, stel, toen ging ik zeg maar een beetje daten met een andere jongen. En dat ging toen klaar. Toen kreeg ik de klap extra hard. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk denk, oh, maar was hij dan misschien wel zo leuk? Mm-hmm. Omdat deze dan niet leuk was, weet je wel. Ja, het klinkt super stom. Maar dan denk je, moet ik hem dan wel, moet ik hem dan terug naar hem? Ja, is ook zo. Je blijft zwak. Ja. Nee, ik heb er niet echt andere tips voor. Nee, gewoon kut. Ja. Het is super kut. Ja. Wil je nog een vraag doen of hebben we wel genoeg gekletst? Ik wil nog één vraagje doen. Nog eentje. Nee, ik weet geen leuke vraag. We laten het gewoon. We laten het hierbij. Moet gewoon een lekkere korte mukbang. Kort maar krachtig. We moesten gewoon even lekker ontbijten en we dachten, waarom niet samen met jullie? Lekker de video erbij. Ja. Nou, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel leuk. Vond je het leuk, dan duimpje omhoog. Duimpje omhoog, even een leuke reactie achterlaten. Melanie volgen. En ook die video kijken. Ja, zet hem op dezelfde dag online. Maar ik loop wel een beetje achter, hè. Als je dat niet erg vindt, we houden contact. Ja, bekijk even. Dus dan staat hij, als hij online staat, zet ik even in de beschrijving. Ja. Doei!